Eens met de stelling. Wij als partij zijnde hebben het standpunt dat wij de arbeidsmigranten zo snel mogelijk het oude dorp uit willen hebben. Omdat je daar toch een stukje verpaupering ziet toeslaan van de huizen. En praktisch gezien is het ook gewoon slimmer om de arbeidsmigranten ook daadwerkelijk dicht in de buurt van hun werk op het industrieterrein te huisvesten. U zegt een grootschalige locatie, snel, ja, dicht bij het industrieterrein. En het probleem is opgelost. Ja. Nou, dat zou natuurlijk geweldig mooi zijn. Kijk, wij hebben op het ogenblik gewoon geen grond meer. Dat is ons probleem. Maar dat er noodzaak is om iets voor deze mensen te creëren, ja, dat geloof ik vast. Daar moeten we ook echt aan werken. En er zijn ook voorstellen geweest, hoor. En het college die heeft daar ook groen licht voor gegeven. Alleen dus, er is tot nog toe niets van gekomen. Degenen die het moeten uitwerken, die hebben dus de grond niet gegund. Ik noem maar de visafslag, stuk terrein wat daar ligt. Er zijn nog wel enkele stukken. Ik denk bijvoorbeeld, dat mag ik vanavond wel noemen, het stuk grond wat ligt op de voormalige boerderij van Vruchtenveen. Daar zou nog wel iets kunnen gebeuren. Maar dat er iets gebeuren moet voor deze mensen, het is echt noodzakelijk, ja, op korte termijn. Ja, als het gaat over huisvesting van arbeidsmigranten, dan moeten we echt aan de slag. En dat betekent ook dat ze een gezonde en een goede en een veilige huisvesting krijgen. Dat is ook een opgave, daar moeten we mee aan de slag de komende periode. Het enige wat ik bij deze stelling een beetje een gevaarlijke vind, is dat de overheid staat er nou niet echt om bekend dat als ze iets tijdelijks doen, dat het ook echt tijdelijk is. Het gevaar is dat wat je tijdelijk doet, dat dat structureel wordt. Wij gaan liever voor een solide, duurzame, echte oplossing. Als het nodig is, tijdelijk is prima. Maar die investeringen willen we eigenlijk liever in een solide en een duurzame oplossing waarmee we helemaal aan het probleem kunnen voldoen. Het is natuurlijk een probleem waar we al jaren mee worstelen. En ik wil er graag aan herinneren dat een van de eerste acties waar ik ook zelf bij betrokken was in deze afgelopen raadsperiode, dus in 2018, interpellatiedebat arbeidsmigranten. Kunt u zich misschien nog wel herinneren, collega's. En wat was daar het bijzondere van? Dat we op basis van klachten uit het oude dorp de problematiek aankaarten, want die klachten die kwamen bij ons binnen, tegelijkertijd ons natuurlijk ontzettend goed realiseerde hoe belangrijk arbeidsmigranten zijn voor onze economie. En in die tijd was het toch nog wel een beetje een sfeer zo van dat is het probleem van de ondernemers, het probleem van de uitzendbureaus en wij als gemeente hebben daar niet in die mate mee te maken. En ik constateer wel, en dat hoor ik nu ook, dat bewustzijn dat het ook ons aller taak is, dat misschien zelfs een onderdeel zou moeten worden van ons lokale sociale domein om daar inderdaad in te voorzien. We hebben ook te maken met mensen met een verslaving. Er hebben de afgelopen jaar hebben er buitenlandse werknemers voor veel problemen gezorgd met een verslaving en die dakloos over Urk inliepen en die er en daarin gingen breken om ergens te overnachten. Voor die mensen heb je weer een probleem in de openbare orde, krijg je dan. Dus we moeten niet alleen daarop pakken, maar we hebben ook met Waypoint en Caritas erbij die verslaving onder die mensen. Want dat is ook heel loog dat we dat ook aan gaan pakken. Over verslaving. En verleden week heb ik dat ook aangehaald in het debat met de heer Kofferman. Ik ben ook op bezoek geweest bij het uitzendbureau. En ik weet ook dat het uitzendbureau ook werkt met monitoring. Gaat ook die huizen langs. Als je er ook zit, staat levensgroot, staat erop. Geen drank, geen drugs. Ze hebben mensen in dienst die die huizen allemaal langs gaan. Als je het gebruikt, krijg je een rode of een gele kaart. Dus daar wil ik de heer Van den Berg wel op wijzen, dat er wel gemonitord wordt. Ik vind het toch wel belangrijk om te benadrukken dat onze Urker-economie al enorm afhankelijk is van die arbeidsmigranten. En dat ze ook op dit moment al op ons dorp gehuisvest worden. En met de huidige druk op de woningmarkt zeg ik, als we dan naar een definitieve oplossing gaan, en inderdaad dat kan bestemmingsplan technisch binnen Poort of Urk, zou dat kunnen, dat is mogelijk gemaakt, dan moet je dat wel koppelen aan het verlichten van de druk in je bestaande woningbouw. Daar pleiten we ook als SGP voor. En sterker nog,
Ga je niet richting een definitieve huisvestingsoplossing voor arbeidsmigranten, ga je dus in de regio gigantisch achterlopen economisch. Want misschien wel. Misschien hebben we als je nu kijkt wat er al aan interesse is voor de grond, dat er wel de eerste fase gelijk al eigenlijk die vol zit, dat we als gemeente toch moeten kijken of we inderdaad of dat anders moeten aanvullen. Maar het is wel een onderdeel van de toekomst van ons dorp. Het is wel essentieel. Het is niet alleen die Portevurk, maar met die Buitendijkshaven en die nieuwe woonwijk die er komt. We zitten over de 10.000 FTE op dit moment werkzaam op Urk, we gaan richting 11.000 FTE. Er komt 400 extra FTE, kan er werkzaam zijn. Dus we moeten wel zoveel mogelijk faciliteren dat de regeltjes, hebben we ook in het programma staan, de wetten en regeltjes die voor ambtenarij opstellen, dat het zo laagdrempelig mogelijk is. Is er inderdaad niet het gevaar dat het een luxe bedrijventerrein wordt, waarbij zulke hoge eisen gesteld worden aan Urker ondernemers, dat men misschien gedemotiveerd raakt? Nou, dat zou ontzettend jammer zijn, want juist voor de doorstroming van bedrijvigheid, van start-ups misschien in het Westgat, van doorgroeiende bedrijven Zwolse Hoek en dan nog zeg maar de topbedrijven op het nieuwe industrieterrein. Maar die drempel moet niet zodanig hoog zijn dat we op voorhand zeg maar, die doorstroming onmogelijk maken. Nou, laat ik beginnen met, ik weet dat een stelling mag prikkelen, maar deze steekt. Want echt waar. Waarom kiezen wij voor gasloos? Hadden we met een stikstofprobleem gezeten? Dat hebben we omzeild. Ja? Waarom kiezen we inderdaad voor een lager bebouwingspercentage dan op het huidige bedrijventerrein? Omdat we op het huidige bedrijventerrein een probleem hebben met parkeren, met opvang van water, met verkeersstromen afvang. Je gaat toch je fouten niet herhalen, jongens? Kom op. We kijken in ons vestigingsbeleid, wat we aan het ontwikkelen zijn als gemeente, niet alleen naar Port of Urk. We kijken integraal naar alle bedrijventerreinen op Urk. Want je moet voorkomen terecht dat iets het mooie paradepaardje wordt en de rest het lelijke eentje. Het volledige bedrijfsleven moet kunnen profiteren ervan. Als wij ambitieniveaus zouden neerleggen die niet haalbaar zijn, dat zou toch geen goede doelstelling zijn. Daar staan we toch niet voor als gemeente Urk. Dat schrijft, hebben we nooit gezegd. En we zijn in gesprek met bedrijfsleven. We zijn in gesprek met de BKU om de juiste maatstaven daarin aan te brengen. Want voordat de Port of Urk er überhaupt is of de Buitendijkse haven, dat gaat nog jarenlang duren. Dus het is puur hypothetisch deze stelling. Dat wil ik als eerste benadrukken, want de gemeente Urk ligt daar te slapen. Recreatie en toerisme. Er moet wat ons betreft, moet er van een haventrein moet gebruik maken voor toerisme en recreatie. Op Urk lopen we dik achter in de toeristische sector. We hebben nog steeds geen hotel. We kunnen veel meer toeristen naar ons dorp halen. Het is nog steeds een inkomstenbron die vergeten wordt. We kunnen binnen anderhalf uur bijvoorbeeld in Amsterdam staan. Dan maken we het ook nog aantrekkelijk voor de buitenlandse toerist om op Urk te komen. Daar wordt geen geld aan verdiend. En het haventerrein is daar bij uitstek de juiste locatie voor. En ook al zo voor evenementen kunnen we het beste houden. We hebben een groot haventerrein wat nu nog open ligt. Ik zat te denken aan een Urke dag waarbij je ook een tent inricht voor de jeugd. Die vanaf 3:00 PM in de tent kan gaan staan en kan gaan feesten. Doe het allemaal lekker op het haventerrein. Je hebt het gezien met het Fishfood Festival. Ook allemaal top geweest. Dus gebruik het haventerrein voor evenementen. Ik sta er anders in. Als ik me verplaats in een toerist, dan wil ik ook graag wat levendigheid zien op die haven. Dus ik stel me zo voor dat ik ook het interessant vind als daar een kotter ligt en die zit zijn netten te repareren. Of een of ander bedrijf die een mast vervangt. Nou, dat vind ik ontzettend interessant. We hebben een deel waar zeilschepen liggen. Nou, noem maar op, dat is echt voor de toerist. En voor de bootjes mensen. Ik zou zeggen, laat dat deel zo en hou het in ere. Het werken in de haven hebben we, en dat is gemeenteraadsbreed, samenlevingbreed volgens mij ook wel, altijd hoog gewaardeerd. En daar wordt ook veel waarde aan gehecht. En ik zeg ook nog heel eerlijk, de komst van de Buitendijkse haven is prachtig, is echt hard nodig. Alleen, daar zitten een x-aantal bedrijven op die haven die daar een plekje kunnen krijgen. Ik vraag me zo langzamerhand af, als ik zo dat maritieme cluster een beetje leer kennen, of dat al wel voldoende ruimte is om dat werken allemaal een plekje te bieden. Kijk, we hebben nu scheepsbouw. Niet alle activiteiten die er plaatsvinden, zul je in de toekomst daar ook milieutechnisch kunnen toestaan. Dus je zult wel daarin moeten kijken van, joh, wat kan, ook in relatie tot de andere functies. Alleen dat je daar bedrijvigheid houdt, lijkt me zeer waardevol.
Het is dat de buitendijkse haven goed en wel aan de orde kwam. Dat dus de provincie in de eerste instantie het de werkgelegenheid op Urk-Geëel wou wegnemen. Dus de werkhaven ook wegnemen en alles voor toerisme. Toen heeft de raad besloten, daar gebeurt niks van. De werkhaven blijft de werkhaven. En wanneer schepen in de haven komen, en dat zien we heel graag, dat ze daar hun werk kunnen doen. Hun tuigjes op de kant, hun netje verstellen. Dat is de cultuur van Urk. En dat moet die haven ook weergeven. Als toerist komt, dan komt toerist niet voor een bloembak. Dan komt die toerist om een stukje cultuur te bekijken. En wat dat betreft ben ik het eens met mijn vriendin Hoekstra. Vooral horeca. Er moet horeca-uitbreiding komen. Dat is een perfecte locatie om daar horeca-uitbreiding te doen. Ook hebben we, dat er steeds een achterhoofd zitten, een hotel. Er waren respectabele ondernemers die toen de tijd hotel op de haven wouden beginnen. Maar door een soort rare strategie, van het mag wel, maar het moet uit zicht zijn van mij op zondag. Dat vind ik een hele rare redenering. Zeg gewoon de haven neer. Als ik op vakantie ga met mijn vrouw en ik loop ergens, loop ik ook op zondag een hotel in en uit. Dat moet toch op Urk ook kunnen, we leven niet meer in 1920. Toen was er wel zelfs een hotel op de haven. Nu ben je in 2022 en geen hotel op de haven. Nou, wij waren in de vorige verkiezingen waren wij natuurlijk al uitdrukkelijk voorstander van een hotel. Het is er helaas niet van gekomen. Ik denk ook niet meer dat het zover zal komen, in ieder geval op die plek. Wat betreft de werkhaven, daar staan we nog steeds achter. Die moet zo blijven voorlopig, want dat is nog steeds de plek die we zien als cultuur van Urk. En wat dat betreft sluit ik helemaal aan bij de heer Kofferman. We kunnen wel gaan kijken naar de inrichting van het terrein.